Mike, voor de mensen die jou nog niet kennen, misschien kun jij ons vertellen wie Mike Angenent is en wat jou in het leven bezighoudt. Wat mij in het leven bezighoudt? Nou, ik woon achter in Arnhem, ik ben getrouwd, ik ben 34 jaar, ik heb een dochtertje van 2. Doorgaans ben ik werkzaam bij Sigma Coatings, verf, als accountmanager. Wat mij eigenlijk bezighoudt in het algemeen is toch wel redelijk voetbal wat de klok slaat. Ervaringen, trainen van mijn 17e, zo'n beetje. Bij training was bij VVO, Graafschap. In het buitenland een jaartje met Chicago Fire, Concordia Wheel, wat voetbalschooltjes gerund. En dan zal ik vast nog wel wat dingetjes vergeten in ieder geval. Nou, een goede aanloop in ieder geval. Je geeft het net zelf ook al aan, je komt van Concordia Wheel. Je neemt Jillet mee als je assistent. Wat is het geheim van jullie samenwerking? Nou, ik denk dat wij sowieso wel elkaar goed begrijpen en aanvullen. Ondanks dat wij wel tamelijk dezelfde visie hebben over voetbal, zijn we het eigenlijk nooit met elkaar eens. Dus we hebben wel heel veel gesprekken over het voetbal zelf, zeg maar. Hoe het beste gespeeld kan worden, over ideeën. En daar hebben we wel mooie discussies over. En dan zie je dat je elkaar daar wel prima in aanvult. Hè. De ene keer dan is het A, de andere keer is B en soms komen we samen tot C. En daarnaast is Jillet ook gewoon wel een prettige persoonlijkheid om in de groep te hebben. En neemt ook wel veel voetbalervaring met zich mee. En ik denk dat in die zin is hij wel een ideaal verlengstuk voor mij. En je geeft aan van je voetbalidee. Wat is dat voetbalidee van jullie? Ja, weet je, dat is heel moeilijk om dat in één of twee zinnen aan te geven. Maar goed, ik werk wel met bepaalde principes, zeg maar, uitgangspunten in het voetbal. Waar het wel een beetje om gaat dadelijk bij ons is, ik wil vooral voetbal spelen en wat leuk is om te doen en wat ook leuk is om naar te kijken. Aantrekkelijk voetbal? Ja, weet je, dat is wel clichématig, maar ik wil wel dominant zijn, ja. Wel vanuit de positieve spelgedachte inderdaad, proberen vanuit achteruit een opbouw te zetten en snel een tegenstander onder druk te zetten. Maar hoe snel dat allemaal gaat, dat is helemaal van de groep afhankelijk. Ja. En wat is de reden dat je ja hebt gezegd tegen een aanbod van RKVV? Ja, RKVV ken ik wel. En een grote vereniging staat ook wel bekend als een warm vereniging. En het is ook wel een club die best op een behoorlijk niveau speelt op de eerste klasse. Dus in die zin was mijn interesse in eerste instantie al wel gewekt. En goed, daarna heb je een aantal gesprekken en dan vertel je wat over hoe je zelf het voetbal beleeft en hoe je zelf traint. En hoe je omgaat met de wedstrijden. En dan hoor je het verhaal aan van de technische commissie. En als je dat alles met elkaar optelt aan het eind van het gesprek, dan gaan we allemaal met een grote glimlach weg. Dan is zo'n balletje is wel snel rond, zeg maar. Ja, mooi. Er zijn een aantal wijzigingen ook in het team ten opzichte van vorig seizoen. Kun je daar al iets over zeggen? Er zijn een aantal jongens die zijn naartoe vertrokken. Danny Loijn is weg en Job Helmink is weg. Marijn Sang is er teruggekomen, keeper, talentvolle keeper vanuit FC Zutphen. Die zou de concurrentie moeten aangaan met Wesley. Marco Korber is erbij gekomen, die komt ook vanuit Concordia en verleden bij Bennekom. Dus ideale spelmaker. Ramon Steenbergen van VVO, kan op de hele rechterflank kan die hier uit de voeten. Michael van Zwaai is erbij gekomen vanuit Spero, een aanvallend ingestelde middenvelder, aanvaller. En even kijken, Thijs van Aandrongen, die is op dit moment nog geblesseerd, komt van Jong de Graafschap, centrale verdediger. Goed, dat moet zich allemaal maar manifesteren op de trainingen zometeen. Maar het zijn wel welkome versterkingen, denk ik. Ja, en binnenkort begin je aan een oefenprogramma. Wat wil je daar vooral zien en wanneer ben je dan tevreden? Ja, we beginnen met Concordia eigenlijk dan volgende week. Nou, deze twee weken staan in ieder geval in het teken van kennismaken en wat aftasten van elkaar. Om te kijken hoe iedereen is. Dus zeker als een wedstrijd van Concordia, ja, daar verwacht ik nog niet zoveel. En dan gaat het vooral om te kijken van nou, hoe fit is iedereen? Wat kun je aan? Kun je niet aan? In ieder geval weer spelritme krijgen. Dat is toch al een tijdje geleden. En in de voorbereiding zal zeker ook in het begin zullen we gaan kijken van oké, hoe gaan we spelen, wat zal de formatie worden. Want dat zijn uiteindelijk wel de spelers die het zelf bepalen. En vanuit daaruit werken we wel toe naar de competitie. Dus afgezien van het fit worden gaan we ook wel kijken dat we een bepaalde speelstijl kunnen creëren die bij de ploeg past. En dan hopen dat de jongens er goed thuisgeven, zeg maar, en de concurrentie met elkaar aangaan. Dus dat is een beetje het doel van de voorbereiding. Ja, wat kan de selectie van jou en je assistent leren, denk je? Ja, goed. Wat ze van ons kunnen leren is, wij hebben sowieso wel een hele grote drive in die zin en dat is wel belangrijk.
denken echt goed na over hoe het spel gespeeld moet worden. En proberen dat ook zo goed mogelijk om te zetten, zeg maar, in de training en in de wedstrijden. Nou, misschien heb je een bepaalde soort manier dat je, waar je over hebt nagedacht, wat je graag wil toevoegen aan RKVV of zo? Of, nou ja, wat wel belangrijk is... Want je heb je al wat gezien? Want het is natuurlijk een heel rare aanloop naar het seizoen, hè? Want er gebeurt natuurlijk weinig qua wedstrijden. En, ja. Dus je kunt weinig echt zien, zeg maar. Dus ja, misschien heb je een beeld in je hoofd wat je graag zelf zou willen toevoegen. Nou, ik heb sowieso, voordat we eigenlijk begonnen, heb ik met iedereen al individueel gesprekken gevoerd telefonisch. Daarnaast heb ik ook met groepjes van 4 bij elkaar gezeten. En daar heb ik al best wel veel voorinformatie voor gekregen. Ook een beetje waar de sterke punten en de zwakke punten liggen van de ploeg. Wat een sterke aspect is zeker het voetballend vermogen aan zich. Dus met de bal in de voet vinden ze nou tamelijk sterk en hechte groep. Maar de wat mindere dingen, dat is toch wel een stukje weerbaarheid in het veld. Hè? Ook omgaan met tegenslagen, een stukje winnaarsmentaliteit. Ik heb wel veel ervaring met tegenslagen gehad. Ja, nou ja, dat hoor ik, ja, inderdaad. En wat ik ze in ieder geval wel wil leren is, er zit wel een verschil tussen, tussen inzet en een echte wil om te winnen, zeg maar. Inzet heeft iedereen wel, maar je moet in alle tijden een wedstrijd willen winnen. En ik denk wat we ze wel, in ieder geval zeker in het begin waar we mee aan de slag gaan, is dat het niet altijd mooi hoeft te zijn. Soms gaat het ook om dat je een wedstrijd gewoon binnenhaalt. En je hoeft niet altijd de credits te krijgen en je fantastisch voetbalt, maar dat je geen punten haalt. Dus we moeten er gewoon naartoe dat je soms ook misschien wel met lelijk voetbal punten kan halen. Maar ja, dat is niet streven. Hè. Streven is natuurlijk ook nog wel om het aantrekkelijk mogelijk te maken. Ja. Nou, laatste een paar dingen. Het leven bestaat uit keuzes maken. Ik heb een paar vragen waarop je één keuze mag maken. Aha. Ajax of Vitesse? Ajax. Rood of blauw? Rood. Oeh. Dat is gewoon uit gewenning. Stad of dorp? Stad. Lezen of Netflixen? Lezen. Windows of Mac? Mac. Ja of nee? Ja. Oké, dankjewel. En is er nog iets wat ik niet heb gevraagd wat je misschien nog wil toevoegen? Nou, ik wil in ieder geval alle mensen van RKVV wil ik ook heel veel plezier wensen in de komende voetbalseizoen. Ik denk dat we best lang hebben stilgelegen met z'n allen. En niet alleen met de selectie elftallen, maar ook zeker wel in de lage elftallen, alle vrijwilligers bij de club. En ik denk dat ze allemaal wel staan te springen om weer te komen kijken of zelf weer te voetballen. Dus in die zin ook veel plezier. Ja, in dit seizoen gaan we met ons videosysteem aan de gang. Hè? Dus mocht het zo zijn dat mensen toch niet kunnen kijken, dan kunnen ze meekijken via internet. Ja. Nou, bedankt voor je medewerking en heel veel succes bij RKVV komend seizoen. Dankjewel.